Zo, vandaag gaan we sushi maken. Want we hebben kinderen die heel gek zijn op sushi. Vooral deze meid, die is helemaal fan van de sushi. En daarom moeten we het maar zelf maken. Jij ook, je hebt sushi ook lekker. Wat hebben we gedaan? We hebben van tevoren al komkommer en avocado hebben gesneden. En we hebben vis bij de visboer gehad. Ja. En dan vragen we altijd bij de visboer, vragen we altijd al of ze het in dunne plakjes voor ons snijden. We hebben het zelf niet meer gedaan. Ja, en dat avocado. We hebben vanmorgen al sushi rijst gekookt. En die hebben we laten afkoelen. En gewoon gekookt zoals op de verpakking. En we hebben water. En de sushi bladeren. Hè? Waarvan is dat eigenlijk gemaakt? Van zeewier. Ja. En ik knip ze altijd door de midden, want dan krijg ik van die mooie kleine rolletjes, anders krijg ik die hele grote rollen. Ja. Dus ik knip ze altijd door de midden. Nou, wat doen we? We leggen alle twee een blad erop. Ja, tuurlijk. Dan maken we de handen nat voor de rijst, want de rijst plakt. Want in de rijst hebben we ook wat suiker gedaan, zodat hij nog extra goed plakt. Maak je weer je handen nat. Die handen nat maken. En dan pakken we, pakken we wat rijst. Pakken we wat rijst. Ik zet hem zo weg. Pak je gewoon even een bolletje rijst ongeveer. Kijk, jij mag zo met je vinger erop. En dan zo hier? Ja, alleen hier aan het eind, kijk. We leggen het alleen hier helemaal aan het einde van de sushi rol leggen we het neer. Jente, mag jij dadelijk een geultje maken. Kijk, Jente, mag je je vinger nat maken? Als jij dat ook gedaan hebt, zo. Kijk, dus alleen aan de achterkant zo maken we een randje. En dan maak je met je vinger een geul erin. Kijk zo. Maak je vinger nat, want het plakt heel erg. Ja. Maak je er een soort gleufje in. Okay, is dit goed rijst? Ja, ietsje misschien hier nog een beetje. Okay. Die echt overal goed bedekt is. Ja, dat je geen groen meer ziet hier aan. En zo. Ik heb een beetje droge handen. Zie je, dan plakt het al weer zo erg. Ja. Maak je vinger nat en ga je er een geul in maken. Een vinger mag... Kijk, dit maak het niet helemaal plat. En dan een beetje plat. Ja, nee, kijk alleen in het midden. Kijk, dat je een slootje krijgt. Zie je? Want in dat soort slootje, daar leggen we dan de vis of de komkommer, wat je erin wil leggen. Ik wil vis doen. Ja, wat de vis. Nee, pak jij maar de komkommer. Even de komkommer. Zo goed. Leggen. Ja, kijk, je maakt er echt een slootje. Ik wil het met avocado en tonijn doen? Jent? Kijk, ik wil met komkommer doen. Wil jij met komkommer doen met één vegetarisch? Wacht hoor. Jij doet alles lekker, hè? Met... Alleen met, het ziet er zo raar uit, zo'n zalm dingetje. Ja. En dan helemaal zo. Ja, straks. Wil je ook zalm? Nee, ik wil niet. Nou, dan legt hij het in. Waarom komt het moeilijk? Nee, bij de grootste zalm. Ja, maar kijk, nu komt het moeilijk zo. Nou gaan we rollen. En dat doen we. Dan hou je je vingers een beetje erop en dan rol je. Ja, kijk, en als je helemaal de grond raakt, kijk, dan rol je het matje mee terug. En vooral dat hij zo klein is, is dat heel lastig. Ik vouw hem er even mooi in met mijn vingers. Het is misschien lastig te zien. Ik vouw hem er in met mijn vingers. Kijk, en dan rol je hem als het ware zo terug. En dan mag ik? Ja, dat mag jij zo doen. Even wachten. Ja, wacht. Ja, hij gaat hartstikke goed, Robin. Maar je wacht even met doorrollen. Wacht met doorrollen. Maar kijk nu. Kijk, deze rol je erom. Ja, zo. Deze rol je precies zo terug. Want nu maak je even dat randje, maak je weer je vinger nat. Nee, dat doe jij het mij, dat doe jij altijd toch? Maar? Ja. En dan maak je nu dit randje nat met je vinger. Dan gaat hij plakken. Niet te nat, want dan is hij weer te kleverig. Zo ja. En dan ga je doorrollen. Doorrollen. Kijk, zo strak mogelijk. Ah nee, dat lukt niet goed. Kijk, je moet hem echt zo strak mogelijk zo rollen. Door. Zo, zie je het? Kijk, hij is nu niet te strak. Zie je, dan krijg je een soort gleuf, maar dat geeft niet. Nu heb ik wel kornetjes bewaard. Kijk, en nu krijgen we wel een ronde. Maar kijk, nu heb je nog allemaal aan de uiteinde. Heb je nog, gaan we ook mooi doen. Dus we rollen hem weer even strak in. Kijk, en dan prop van het uiteinde nog even weer zo wat rijst erin terug. Ik denk dat hij er wel goed in blijft zitten. Ja. Ik heb echt hele erge kornetjes. Ja, maar kijk, dat hoeft niet. Hè? Dat geeft niet. Kijk, want je doet nu zo weer rollen. En dan aan de zijkant. Nu wordt het moeilijkste. Rijst. Even wacht, vind je het? Kijk, leg hem er neer. Kijk, je doet hem dus nu uiteinde. Kijk. En dan doe je nu gewoon weer de rijst. Ja, je mag zo wat rijst. Zo. Kijk eens, hij is hartstikke mooi, Robbie. Die kunnen we zo nog te maken. Maar kijk, dan gaan we ook even laten zien, Jente. Kijk eens, we gaan even laten zien, en dan mogen jullie zo alvast wat proeven, hoe we ze snijden ook. Maar we hebben geen snijsaus.
Ja, we hebben wel sojasaus in de koelkast. Sojasaus! Dan krijg je sojasaus met een bakje. Ga jij die maar vullen. Kijk, snijden doe je ook. Zo, let op. Je houdt er ook altijd de theedoek bij. Ja, draai hem even om. Want als de rijst aan je mes komt, dan snijdt hij niet meer. Snijd hem eerst door de helft. En dan ga je hem gewoon in. Oh, nou, je kan proeven. Oh, hij is een beetje bot in het mes. Dat is zonde. Dat is zonde. Maar kijk, het lukt. Het wordt wel. Zie je? Dat snijden we heel erg lekker. Waarom? Gevaarlijk, ja. En die gaan pas vanavond opeten. Nee, die mogen jullie nu allemaal. Yes. Jullie mogen deze vanavond opeten. Kijk eens hoe mooi. Ja, ik wil eentje. Kijk eens hoe mooi. Kijk eens. Even laten zien. Mama, heb je ook eentje alleen mijn kapkommer? Nee, ik heb alleen met, nou ja. Het gaat toch een beetje zo eruit, Jens. Oké. Okay. Ze zijn een beetje ongelijk met elkaar. Oh, zo. Ze zien het toch mooi uit. Nou, proef maar. Proef jij een beetje zo eruit, Jens? Dan mag je hem ook proeven zonder zo. Hier zit mijn heel klein beetje. Met zo. Kijk, zie. Ja, doe maar. Klap hem erin. Proef maar. Hoe die is. Lekker. Lekker, hè. Zelf gemaakt. Dus is toch alle lekkers. Ja, hebben we van ook, hè? Heerlijk, zo zwaaien.